Daar kwam een hele hoop publiek op af, terecht ook natuurlijk, omdat die zaak, je mag het toch een zaak noemen, die speelt nog steeds. Het zijn 6 internationals van Den Helder die niet mogen spelen van hun coach, omdat hun coach zegt, wij willen graag voor de Europa Cup zo goed mogelijk spelen. Okke te Velde is een van de beste Nederlandse schutters. Hij gaat niet naar Amerika. Tico Cooper is een van de beste rebounders. Gaat niet naar Amerika. Dat is zonde. Deze Rolf Franke mag niet naar Amerika. Misschien wil hij het wel, maar zijn club zegt nee. Marco de Waard is een geëerd schutter binnen de Nederlandse ploeg. Niet naar Amerika. En zo kan je het verhaal doorzetten. Kees van Rootselaar, international spelverdeler. Niet naar Amerika. En dan is er nog eentje, als we het allemaal goed hebben geteld, Chris van Dinten, de man uit Den Bosch, die nu voor Den Helder speelt, mag niet naar Amerika. En coach Boot, ja, de laatste weken zijn hem aan te zien, vooral onder de ogen. Zij gaan dus niet naar Amerika. Rob Korthout speelt bij Den Bosch. Hij wil wel, hij kan ook. Datzelfde geldt voor Ronald Schilp, de veteraan. Hij zal wel gaan. En Henk Pietersen gaat deze week al naar Amerika om bij de profs te proberen. Jos Kuipers zit geblesseerd aan de kant. Hij weet dat hij ook naar Amerika mag. Garasideris, de coach, lacht erom. En dan gaan we aan een wedstrijd beginnen waarin we nieuwe Amerikanen op het plankier zien. Nummer 10 is Ray Wingert van Den Helder. Dat is een man die zijn spieren goed gebruikt en die goed kijkt. In de eerste helft deed hij hele nuttige dingen. Kijk, dit bedoel ik met spieren. Dit zijn de heren McDuffie en Cooper tegen elkaar. Het was de eerste 10 minuten een aardige wedstrijd. Gespierd basketbal van de Amerikanen. Maar het was niet overtuigend goed. En de internationals konden hun stempel niet drukken. Dit is mooi werk. Hier wordt goed gekeken wat die bal op 3,5 meter doet. Rob Jones met nummer 12, verleden jaar de waardevolste speler in de competitie, blijkt voor Den Helder hele goede dingen te doen. Hij kijkt goed, hij verdedigt goed, hij heeft een prachtige positie hier. Hij speelde in de tweede helft goed. En dit is Carl Lott, nieuw in de ploeg van de Brabanders. 2 jaar geleden kwam hij voor Delft uit. Ik vond hem gisteravond iets wat tegenvallen. Hij heeft nog niet dat spirituele wat hij in zich blijft houden. 12 punten verschil. In het voordeel van in het blauw speelde Heldenaren. En dan eens kijken hoe goed die internationals met die 2 Amerikanen dan kunnen spelen. Een schot dat misgaat van de hand van Okke te Velde, die dan initiatief neemt en scoort. En eigenlijk op dit moment is de wedstrijd al gespeeld. Den Bosch blijft in de wedstrijd hangen. Men mist Kuipers heel duidelijk. En de Amerikanen, Lott en McDuffie, zijn niet sterk genoeg om hun club te slepen. Zoals dat in het verleden wel ging bij goede Amerikanen van Den Bosch. Jones met een mooie rebound. Duivelshof die de bal heeft en het overleg bij de ploeg uit Den Helder. Jones, ik zei het, hij speelt rustig en beschaafd. En zo loopt de ploeg uit Den Helder weg en geeft het zijn grote rivaal Den Bosch een oorvijg. Boot onder in beeld ziet dat gaarne gebeuren. Te Velde neemt de bal in. Nog steeds is niet duidelijk welke spelers wel naar Amerika gaan. Het zouden dus 4 man van Den Bosch kunnen zijn. Maar de Bossen ploeg gaat zelf ook op trektocht en gaat in Los Angeles een beetje lekker ballen. De Velde scoort rustig door, haalt gisteren 20 punten. Ik vond hem de beste man van allemaal. En zo iemand moet in de Nederlandse ploeg spelen, dat mogen duidelijk zijn. Die tweede helft vond ik tegenvallend vanwege het feit dat Den Bosch niet de kracht had om aanvallend iets te doen. Het was te statisch. Er kwam geen enkel leuk initiatief uit. Dit kan Lott wel van afstand schieten. Maar dat gebeurt bij een achterstand van 15 punten voor de ploeg uit Den Bosch. Schilp neemt dan in. Schilp viel gisteren tegen. Maar Den Bosch heeft problemen. Dinsdagavond moet er voor de Europa Cup gespeeld worden in Oostende. Dat doen ze er ook nog maar even bij. McDuffie scoort via een loppaasje. En ook de ploeg uit Den Helder moet Europa Cup gaan spelen deze week. Uit in Bayreuth in Zuid-Duitsland. Het zijn allemaal verwikkelingen door elkaar heen. Die geen duidelijkheid scheppen wat men met de nationale ploeg wil gaan doen. Dat is een belangrijk gegeven, omdat je nationale ploeg, zie de volleybalploeg, het naamkaartje kan zijn van een sportbond. Dit is goed gespeeld en zo wint Den Helder met 19 punten verschil. En dat is een oorwassing van de eerste orde op de tweede competitiedag al. Vroeger was Den Helder een topper, nou niet meer. Nu wordt het 83 tegen 64 en nu de betrokkenen aan het woord. Zoals daar zijn, Jos Kuipers en eerst Okke te Velde. Wij hebben als spelersgroep besloten om daarover geen uitlating te doen. Is het zo geheim? Nou, het is gewoon slimmer om er ook niks over te zeggen. Nou, we zitten geen stommetje te spelen. Waarom ga je niet? Nee, ik zeg, wij zeggen dat wij houden het gewoon voor onszelf. Je bent toch een volwassen kerel die gewoon een uitlating kan doen waarom je bepaalde dingen doet, ja dan nee? Nee, wij hebben gewoon besloten als groep om dit zo te doen, op deze manier. Mag ik je dan vragen waarom jullie dat besloten hebben? Omdat je dan allerlei uitlatingen krijgt die misschien verkeerd geïnterpreteerd worden. Van allerlei kanten.
Het is beter om het zo te doen, als groep. Ik ben international nog steeds. En heb je enig idee wie met jou international zijn? Of is dat een vraagteken op het ogenblik? Dat zijn de 24 jongens die geselecteerd zijn en de jongens die dan komen opdagen. En dat zijn dan de jongens die international zijn op dat moment. Wie dat zijn, weet ik dus niet. Betrek jij daar de spelers van Den Helder bij? Nou, als ik hun coach moet geloven en sommige spelers zelf een uitlating van hun, dan denk ik dat ze er niet bij betrokken moeten worden. Of zouden zijn, laat ik zo zeggen. Omdat ze het zelf afzeggen. Is daar overleg over geweest? Heb jij met die jongens gepraat? Heb jij met je eigen coach gepraat, met de bondscoach dus? Ik heb nog niet met de bondcoach gesproken. Ik heb wel met de coach van hun gesproken, met Tom Boot. Daar heb ik wel overleg mee gehad. En ik heb overleg gehad met mijn eigen coach. En met spelers van hun? Met spelers van hun niet direct, nee. Dus het is nog één groot vraagteken eigenlijk? Ja, inderdaad. De hele trip is nog één groot vraagteken. Althans, wie meegaan en wie niet meegaan. Spreek ik nu met international te velden of ex-international te velden? Ja, ik zeg er niks over. Ja, maar kom je nog ooit in het Nederlands team terug? Mag ik dat vragen? Wij zijn nu dus in kwalificatiewedstrijden. Ja, ik wil natuurlijk best in het Nederlands team spelen. Dat is geen probleem. Dus als je zegt ex-international, ja, als het aan mij ligt, dan word ik wel international. Maar zeg ik dan, waar hangt dat dan vanaf? Van jullie of van de bondscoach? Dat weet ik niet. Het is zaterdag, dus cryptogramdag, maar dit is wel een hele moeilijke hoor. Ja, ik weet het. Hoe lang denk je erover te doen om hem op te lossen? Nou, ik hoef hem niet op te lossen, het lijkt me makkelijker dat jullie hem oplossen. Wij weten het al. Wat weten jullie al? Het. Maar wat is het? Het is waar wij niet over praten nu. Ik heb afgelopen week pas voor het eerst de brief gekregen met de uitnodiging voor het Nederlands team. En voorheen heb ik alles vernomen via de pers en via de coaches. Terwijl het wereldkampioenschap moddergooien in de basketbalbond al weken bezig is. Ja, maar alle spelers zijn er niet bij betrokken geweest. Althans, niet direct is er geen uitnodiging verstuurd geweest. Nou, recht op de man af. Gaat er een team naar Amerika en hoe ziet dat eruit? Ik denk dat er een team naar Amerika gaat. Ten eerste, Den Bosch zal sowieso gaan. Dus dat sowieso. Maar het Nederlands team, ik vermoed dat het wel gaat. Maar in welke omstandigheid en met welke spelers, dat durf ik niks over te zeggen. Jij weet toch veel? Ik weet veel, ik zeg soms weinig. Snapt u het? Snappen ze het zelf, dat is de vraag. En hoe gaat een Nederlandse ploeg naar Amerika? Vroeger droomde je daarvan dat je daar mocht spelen. En nu, wat ik al zei, modder gooien. Hij was een van de meest kleurrijke renners